pretty fast and loose in terms of security for a while. So for the FBI to come out and say that you should either refrain from buying a smart TV if it has a camera, or if you do insist on buying one. Test. Even kijken of dit werkt. Volgens mij, ik weet niet of de klank goed is. ik ben live. Daily Minutes podcast. En het is vrijdag de 13e december 2019. Het bulletin van vrijdag dus. Maar ik ben live. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb een blauw lampje. Dat wist ik ook niet dat het op die microfoon zat. Ik hoop dat het geluid goed is. Hoe kan ik dat nou terugluisteren? Eens even kijken hoor. Oh jee. Ik zit hier met een aantal toetsenborden op schoot en microfoons voor me. Het is verschrikkelijk ingewikkeld. Nou ja, een ander toetsenbord. Even kijken of ik mijn eigen geluid terug kan krijgen. Dan kan ik het even inregelen, want daar had ik nog geen gelegenheid voor. Ja, ik weet niet wat ik ga vertellen trouwens. Goed te verstaan. Oké. Ja, ik ben echt live. Er zit wel 40 seconden tussen jullie en mij. Ik ben nu even mijn andere PC aan het opstarten, zodat ik mezelf kan beluisteren. Even zien hoor. Volgens mij staat het te weinig hoog in en te veel laag. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Op basis van wat het vroeger was. Nou, even kijken hoor. Er moet iets laag uit. De rest is goed. Test 1, 2, 3. Ja, nou volgens mij moet dit zo in orde zijn. Ja, vertel eens, waar moet ik wat over vertellen? Ik kan verzoekjes doen. Eventjes, ik moet even dat scherm weer naar voren halen. En mijn vuurmeter iets naar links. Nou, het is wel omslachtig. Ik neem het ook op, dus ik kan het op internet zetten. Even zien, waar is mijn chatscherm? Nou, dat is nog behoorlijk ingewikkeld. Oké, dag Casper trouwens. We zijn live, maar ik heb niks. Ik heb geen script, ik heb niks, ik weet niet waar ik het over ga hebben. We zouden het op vrijdag over de amateurhobby gaan hebben, dat was het nieuwe plan. Maar het plan was nooit om live te gaan, dus ik zit er echt een beetje... Nou jongens, typ eens wat, want dan kan ik erop reageren. Staat er een compressor op? Ja, volgens mij wel. In de mengtafel zit een compressor. Ja, dag Casper. Er zit 40 seconden volgens mij tussen wat jullie horen en wat ik zie. Dus als je wat op het chatkanaal schrijft, dan kan ik wel reageren, maar niet heel snel. Ja, waar zou ik het over kunnen hebben? Ik heb het amateurnieuws nog niet bekeken. Maar het was weer een drukke dag. Niet zo druk als de afgelopen dagen, maar het was toch veel. En ik moest net de deur uit en ik was helemaal al zoiets van... Nou, ik weet niet of ik wel de puff heb om iets te doen. En ik ben nou een half uurtje terug of zo. Dus echt tijd om iets flink voor te bereiden, dat was er ook niet, hè. Maar goed, ik moet natuurlijk zorgen dat het niet stilvalt. Dat is wel het nadeel van zo'n live uitzending. Kijk, als ik het opneem, dan even kijken hoor. Ik ga niet naar Bladel, nee, maar Roderick wel. Ik heb voor Roderick al een treinkaartje gekocht. Kun je trouwens met de trein naar Bladel, kun je daar überhaupt komen? Oh, nu ben ik helemaal van mijn apropos, want ik wou wat vertellen, maar ik weet niet meer wat. Maar goed, Roderick naar Bladel. Ik zie het niet voor me hoor. Dat is een bang beestje. Dat is echt niet te geloven. Ik pakte vanmiddag mijn rugzak. En toen was hij helemaal in paniek. Een railrunner, ja. Eerder een roadrunner. Maar ik weet eigenlijk niet of er een station... Is er een station in Bladel eigenlijk? Ik kan het wel opzoeken. NS.nl moet ik dan hebben. Hè? Eens even kijken. Bladel. Storingen en werkzaamheden. Dat is het eerste wat ik zie op de reisplanner. Cookies op ns.nl. Oké. Nou, even zien hoor. Bladel, heeft dat een station? Ja, zo te zien wel. Busstation, oké. Ja, nee. Busstation, anders niet. Doet die reisplanner nou ook bussen tegenwoordig? Nou, mooi is dat. Ja, ik pak meestal bekende.
In de mengtafel zit inderdaad een compressor. Niet zo uitgebreid als ik gewoonlijk gebruik. Maar er zit er dus wel eentje in. Even kijken, heb ik nog geluid? Ja, ik ben er nog. Dat is wel wat ze bij de echte omroep doen. Dat had ik me nooit gerealiseerd. Dat weet ik eigenlijk pas sinds kort. Maar wat je bij radiostations in de ether, tenminste in ieder geval bij analoge stations hebt, is dat je het geluid van de zender in je koptelefoon hebt. Hè? Omdat daar zo weinig vertraging tussen zit, is dat geen probleem. Als ik dat hier zou doen, dan zou ik echt helemaal gek worden. Maar ik gebruik deze microfoon niet zo vaak. Maar die ruikt een beetje gek. Hij ruikt alsof hij net gesoldeerd is. Ik ruik de hars. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij heel warm wordt. Van die 48 volt uit de mengtafel. Dit is ook een condensatormicrofoon trouwens. Dat is die andere. Deze is kwalitatief nog iets beter dan wat ik normaal doe. Normaal gebruik ik er eentje met een geluidinterface ingebouwd. Hè? En die ruist wel een beetje. En ik kan natuurlijk niet. Er zit geen externe aansluiting op. Dus ik kan niet een andere AD-converter erop zetten. De AD-converter waar ik nu zit is die van DMR.li. Daar is alles analoog tot aan één goede AD-converter die in de mengtafel zit. En dat gaat zo direct de Raspberry Pi in die 2 meter verderop staat. Digitaal dus. Hoewel tot aan het mengpaneel niet. Ja, ik begin echt een beetje te bazelen, want ik heb niet zoveel, voorbereid. Ik kan mijn telefoonnummer geven, daar kunnen mensen inbellen. Dat kan ik ook nog doen. Dus als je dat wilt, geef dat aan, dan zal ik het in het chatkanaal zetten en ook oproepen. Omroepen. En dan kun je eens kijken of dat gaat. Hè? Maar dan moet je wel wat te vertellen hebben. Te bladelen, ja. Ik had vanmiddag ook nog zoiets. Wasberen, grizzlyberen. En proberen. Dit is het woord negeren. Het woord negeren, dat wordt ook verboden. Dat mag niet meer. Of negeren is het toch, hè? Misschien dat het dan wel mag. Of een verse kering. Jongens, ik word melig. Help me eens even. Doe een suggestie. Desnoods ga ik het over QRP hebben. Dat kan ook nog. Ik kan ook een bandje instarten. Ik kan een nieuwe Wokka Wokka verzinnen. Ga allemaal naar agentschaptele.com. Ik weet het gewoon echt niet. Je ziet, ik ben niet goed in live. Je moet me ook geen lezing laten geven. Vroeg me iemand of ik iemand nog wist voor een lezing trouwens. Te bladelen. Roderick, ja, die zit boven volgens mij en die heeft zich verschanst ergens achter. Dus die krijg ik echt niet te pakken. Die was nog helemaal van, hij had genoeg gegeten en daarna was hij weer bang. Ik hoor die star. Ik kan natuurlijk XTV, maar dat heb ik al eens gedaan. Hè? Even kijken hoor. Er zit een brommetje nog steeds in. Wat is dat geluid? Zacht. Oh, nu doe ik iets verkeerd. Ik krijg weer die lange melding. Ja, ik wil even weg. Het rotsenpiepje wat je hoort, dat is Repeat de Kampen. Nee. Ik heb wel een keer een artikel gedaan over kerstleedjes. Die stoorden van de firma Karwei. En dat was een... Dat wilde ik even weten. Maar dat was de firma Karwei. Die verkocht een aantal jaren geleden als een van de eerste ledjes die storen. En... Er was een D-amateur die werkte daar, dus heb ik daar nog flink mee zitten plagen. Die leed ook een ronde in die tijd, of leed een ronde. Want dit met veel plezier. Maar toen heb ik die Karwei nog daarover benaderd. En die zeiden, we zullen volgend jaar opletten. Maar we hebben dit nu eenmaal in voorraad. Een eerste oude voorraad uitverkopen. En dan gaan we met de nieuwe voorraad volgend jaar wel minder storen. Oh, zonnepanelen. Maar geen QRM van. Ja, de QRM Eliminator, hè. Dus, misschien moeten we met kerst doen, dat we een inbeluitzending doen of zo. Je kunt je ook inmelden via PI3XTV, zoals je hoort. Die staat gewoon standby. Als dat gebeurt, dan... Ik zal Kampen wel even eruit flikkeren. Anders dan is dat misschien overlast voor die mensen. Even kijken hoor. Aanroepen zijn welkom. Dan kun je
kun je meepraten. Hildestad, Hasselt is hier een stoorzender. Ja, ja, ja. Ach, jij hier ook. Maar ik heb een QRM-elimeter en die werkt toch wel erg goed, moet ik zeggen. Daar ben ik zeer, zeer tevreden over. Want als ik me goed afstem, ik druk op het knopje en weg is alle storing. En het gaat echt van 20 over 9 naar helemaal niks. Tenminste, ik hoor nog wel wat gepruttel, maar ik zie geen S-meter meer. En de stations die ik wil hebben, die zijn nog even hard, hè. Dus dat werkt echt wel goed, een X-face. Is Koele Pascal er trouwens? Dat zat ik me af te vragen. Of luistert hij niet mee? Ik kreeg berichten. Ja, Pascal had het al gelezen. Maar ik kreeg een berichtje dat mijn transceivertje in Nederland gearriveerd is. Mijn Xiegu G1M G-Core. En voor je dat niet weet, het is een 5 watt apparaatje. En dat ontvangt van 0,5 tot 30 megahertz. En zendt met 5 watt op 4 banden 40 tot en met 15. Kijk, dag Kees. Ja, zie. Kijk, hij verraadt dat in de ether wie er connect, hè. Dat is, zo is het weer wel. Je kunt dat niet stiekem doen, want ik hoor het altijd. Waar had ik het nou over? Ja, fans op Echolink. Hallo fans, hallo fans. Met Brom. Kees durft niet. Oh, ik denk, wat blijft het nou lang stil? Maar, of is mijn audio? Maar het is vertraagd. Ik probeerde zojuist via Mettermoos, maar schijnbaar staat de zaak niet gekoppeld. Nee, dat was gisteren ook al zo. Het is een beetje onbetrouwbaar. Ik denk dat ze ermee bezig zijn. Ik heb niks vernomen dat ze het af zouden koppelen. Maar het was gisteren ook al een aantal uren dat het los was. Dus ja, het zou kunnen dat we het zonder Mettermoos moeten doen. Dat zou best kunnen. Ik zal er wel eens contact opnemen als het veel blijft haperen. Ik weet dat Rolf P1 PTP deal zich er toen mee bezig. Hè. Die heeft me uitermate goed geholpen destijds. Die heeft ook een scriptje gemaakt, zodat als hij eraf gaat, dat hij uiterlijk om 2:15 s'nachts weer opnieuw linkt. Maar ja, het zou kunnen dat het niet anders gaat. Er zijn wel apps ook waarmee je, als je dus op een smartphone zit, er zijn apps waarmee je eventueel ook dit chatkanaal kunt bekijken. Maar goed, het is misschien niet anders. Of misschien moet ik zelf een Mattermost ding opzetten. Maar ik was echt niet van plan. We hebben ook nog wokka.be. Dus ik me wel af te vragen waar ik mijn mobiele telefoon gelaten heb. Want dat was wel handig, want dan kon ik die. Maar goed, die zie ik zo snel niet. Ja, de telefoon, dus even een beetje moeilijk te handelen. Nou, de repeater doet soms vervelend als er niet genoeg audio is. Dus dat moet ik er nog een keer uithalen. Als ik Echolink bij de hand had, maar ja, ik kan mijn smartphone niet vinden. Dan was dat een stuk beter. Dus even kijken of dat ding niet ergens ligt, ergens. Nou. Waar, oh waar? Nee, ik zie hem niet. Smartphone, en ik kan hem niet bellen, want dat ding heeft geen telefoonnummer. Er is iemand aan het experimenteren. Op die staat. Nee, hier ligt hij ook niet. Waar is die smartphone dan? Nou, ik kan hem niet vinden, jongens. Oh, oh, oh. Is dat ding dan gebleven? Op die straat gaat het mis. Het is wel amusant. Er heeft iemand een hotspot verkeerd geconfigureerd. En die blijft dan voortdurend hangen. Dat is echt. Ik heb hier ook nog ergens een tablet. Waar is dat ding dan weer? Oh, nu weet ik ook wel waar de smartphone is. Die ligt bij de tablet. Oh, nu is het hier dus stil. Wie is de koning van Wezel? Wie is de koning van Wezel? Wat
Wat is een ground loop? Ik heb geen... Sergio weet dat vast al. Wat is een ground loop? En oh, nou, wacht even, in het Nederlands een aardlus. Bedoel je dat? Daar weet ik wel iets van. Je hebt van die... wat er heel goed tegen werkt, dat zijn... Ik weet niet waar je die kunt kopen. Ja, ik weet van waar ik ze zelf een keer vandaan gehaald heb. Maar die verkoopt ze niet gewoon. In bioscopen gebruiken ze daar... galvanische scheiders voor. In bioscopen gebruiken ze daar hele mooie galvanische scheiders voor. Die zitten in een soort plastic buisje met tulpconnectoren eraan. En zo voorkomen ze in de bioscoop aardlussen. Tenminste, als het audio nog analoog is. Hè. Bedoel je dat, Kees? Een loopantenne over de grond. Aha. Nou, ik weet niet of dat goed gaat werken, hoor. Tenzij je op zandgrond zit. Maar dat, ja, voor Envis misschien, hè. Maar ik weet het niet. Als je hem op gaas legt, je zou je een DDRR-antenne kunnen voorstellen. Maar ja, in feite is dat een slotantenne, hè. Ja, nee, ik zou eens kunnen kijken of ik er wat van kan vinden. Ik zag laatst ook iets, dat was een van de antenneproblemen. Ik denk, nou, dat kun je in Roodhammel zo terugvinden. Maar dat was niet zo. Ik heb heel lang gezocht. Ik weet niet meer precies wat het was. Dat was vorige week. Ik heb zo'n doorzoekbare Roodhammel, hè, die ik ooit zelf doorzoekbaar gemaakt heb. Even kijken hoor, die Facebookgroep. Multimode repeater in Tilburg. Ja, dat wist ik. Dat wist ik. Dat had ik volgens mij jou al verteld, Jurgen. Er was iemand die toen op het IJsselmeer zat met een boot. En die kwam uit die regio. En dat was de initiatiefnemer. Iets met een E in de roepnaam. Volgens mij heb ik jou trouwens de call nog gestuurd van die man, hoor. PD0EPB of iets dergelijks was het. En dat was al, dat was 2 maanden geleden. En toen was hij het alleen nog maar van plan. Dus, maar ze wilden dat gaan doen op dezelfde basis als dat ze bij Kar gedaan hebben. Maar volgens mij ging het om een hotspot en niet om een repeater. En toen heb ik hem het idee aan de hand gedaan. Dat hebben nog niet veel mensen gedaan. En mensen denken ook dat het niet kan. Of dat het niet handig werkt. Maar als je 2 hotspots een paar straten uit elkaar zet. Dan kun je die 2 hotspots kun je ook als repeater gebruiken. Als ze op dezelfde band zitten, dan werkt dat behoorlijk goed, moet ik zeggen. Dus dan zet je de ontvangstfrequentie op de ene repeater, of op de ene hotspot, en de zendfrequentie op de andere. Moet wel iedereen hetzelfde doen, want anders dan wordt het heel verwarrend. Een USB-isolator. Aha. Ja, ik heb eigenlijk zelden aardlusproblemen, maar ik gebruik hier vrijwel uitsluitend laptops. Hoewel, sinds vandaag heb ik een server die weer een gewone is. Dat is voor het eerst in jaren dat ik een ding met een netvoeding op die manier erin heb. Zonder dat hij ook accu's laat. Maar ik heb daar zelden probleem. Ik heb dit ook. Dit mengtafeltje zit gewoon rechtstreeks in de Raspberry Pi. En de microfoon die zit zo in het mengtafeltje. En ik geloof niet dat er brom is. En ik heb hier heel veel hoogfrequent staan. Hè. Echt 20 millivolt op de scope als ik hem kort sluit. Minstens. Waar ook in het huis. Dus allemaal op 28 megahertz. En dat is ook de reden waarom mijn repeater wat bromt. Hè. Ik heb dat nog niet gevonden. Ik heb gisteren wel een ander probleem eruit gehaald. Het repeater heeft nu wel weer CTCSS op de uitgang zitten. Dat is handig, want een andere repeater in Brabant die zit op dezelfde frequentie als ik. En dat is een digitale. Of is ook een hotspot trouwens. Die zit op 144.875. En er zijn wat mensen ten noorden van mij, die met ofwel antennes in zuidelijke richting zitten of op een goede locatie, die dus last hebben van die mensen uit Brabant. Ik ken ze erg goed. Ik had vanaf het begin, toen we zagen dat we op dezelfde frequentie zaten, hebben we afgesproken dat we zouden overleggen. Als er problemen zijn, maar ja, aangezien er maar één is die echt veel problemen ermee had. Is het ook op te lossen met CTCSS. Hè? Het is meer dat de squelch open gaat dan dat het signaal heel hard is. Maar ja, als je de squelch niet dicht krijgt, is het toch vervelend luisteren als dat ding steeds inkomt. Hè? En ook dat is een multimode hotspot. Ik was even naar het linkje van... Hé, waar is mijn toetsenbord nu? Dan ben ik ook mijn toetsenbord nog kwijt. Jakkes.
Ja, ik kan hem echt niet vinden. Mijn toetsenbord. Dat is zo groot. Ik heb hier een ander toetsenbord, maar dat is niet aangesloten. En dan nog een andere, en die is van een andere PC. Ik kan mijn toetsenbord niet vinden. Waar is dat ding? Oh, die heb ik heel veel weggelegd. Nou, eens even kijken. Daar kan ik dus net bij. Oh, er gebeuren alle vreemde dingen in beeld. Nee, dit wil ik niet. Gelukkig vraagt hij eerst. Ah, dit wordt geen vrolijke uitzending zo. En ook niet een heel begrijpelijke. Pascal, luister jij mee? Niet dus. Oh, dat is gek. Ik zie mijn eigen audio ook pas na een hele tijd terug. Even kijken. Reeds. Ah, nou, het zit 40 seconden tussen, hè, dus ik reageer traag. Ah, type, ja. Nou, dan is dat zo duidelijk, want het is toch nog een stuk bij de microfoon vandaan en er zit wat tussen. Er is geen galm, denk ik, hè? Geen ruimtelijke echo. Daar, mijn balsa houten schermpje doet het daar prima. Microtour, ja, echt. Een mumble server, wat is een mumble server? Oh, ja. Dat was volgens mij Kampen weer. Is Kampen nou weer geconnect? Of was dat toch? Ja, nee. Oh, nee, dit is Casper. Hey. Ah, maar ik verstond het niet, Casper. Ah. Even kijken, nou, dan ga ik gewoon wat harder. Nee, volgens mij, wat jij zei net 40 seconden ertussen zat, maar volgens mij is het maar. Is het maar. Ja, dat hangt hoe je buffer ingesteld hebt. Bij de meeste mensen op in een browser is het meestal is het een seconde of 40. Tenminste bij Microsoft. En als je VLCS plugin hebt, dan is het iets minder. Maar dat is toch al wel 30 of zo hoor. Maar 4 seconden kan ook, want ik heb zelf wel eens handmatig op 4 seconden gezet. En dat werkt goed. Ja, het kan. Je kunt dat dus inderdaad kun je dat instellen. Even kijken hoor. Even laten zien wat ik gekocht heb. Ik denk dat de meeste dat... Hij is nog goedkoper geworden trouwens. Hij was goedkoop vanwege Zwarte Vrijdag. Maar hij is nu... het zal misschien de dollar zijn die... hij is nog van 204 naar 203 gezakt, Pascal. Zo, dit ding dus, hè. Wat ik nu typ. Ja, dat is een buffer. Je kunt dat ook zonder vertraging doen, hoor. Maar dan moet je een ander systeem gebruiken. En als het klopt, wat ik gekregen heb, is dat ding dus inmiddels in Nederland gearriveerd is. En dan denk ik dat ik hem ergens... de 17e zou ik hem krijgen. Dat was de voorspelde datum. Dus dat is dinsdag. Wie weet gaan we dat halen. Maar ik houd er rekening mee dat het vanwege de vertraging rond de feestdagen later wordt. En dat is ook prima als die maar komt en onbeschadigd is.
Oh ja, ik heb trouwens nog wat grappigs. Punt 1, dat is een kennis van mij die gaat emigreren. Dus die is zijn spullen aan het opruimen. Dus ik had ook een surfer cadeau gehad, waar ik al eigenlijk in eerste instantie zoiets had van nou. Maar dat is wel een heel mooi ding. Maar ik heb wel iets heel bijzonders gekregen. Ik heb, dat zal bekend zijn, voor het blad RAM gewerkt. En ik ben ook eigenaar van een deel van de auteursrechten van RAM. En ik heb, ben eigenaar van de voormalige website van RAM en de domein. Maar voordat ik bij RAM kwam, was dat van een andere eigenaar, van een uitgeverij. En die hadden wat bordjes op de deur hangen met uitgeverij zo en zo en het blad RAM. En ik heb nu die bordjes gekregen. Dat is helemaal geweldig. Ik had van dezelfde persoon al een keer alle jaargangen cadeau gehad van het blad. Want ik had maar de helft. En ik heb nu dus de complete voorraad volledig. En die zijn geweest van de eigenaar. Dus die zijn echt, dat is dan ook nog wel bijzonder. En ik heb nu die bordjes. En ik heb nog een ander bordje. En ik ga ze dus aan de muur hangen voorlopig. Ik ga eens kijken, want die bordjes voor RAM die zijn misschien wel zo dat iets is voor een tentoonstelling of zo. Maar in ieder geval ga ik ze zelf aan de muur hangen. Maar ik heb er ook nog eentje, let wel, zo'nzelfde bordje van het tweede adres waar Access for All ooit zat. En die waren 2 maanden weg en toen was er iemand die was daar. En die moest de zaken verwijderen. En die heeft dat bordje verwijderd. En die dacht van, oh, dat is wel leuk voor John. Dus die heb ik ook nog. Dus die ga ik ook aan de muur hangen. Waarschijnlijk zijn er 2 bordjes van, ik heb het nog niet uitgepakt, maar 2 bordjes van RAM. En eentje van Access for All. Dus en ik ga daar een hele goede plek voor zoeken. Dat zonder meer. Piratenblaadje, wat is dat nu, Pascal? Ik heb juist geprobeerd in de tweede 12,5 jaar dat het blad bestond, om dat in de vaart der volkeren op te stoten, zoals dat heet. Radio Nudist. Geen DMR. Geen D-Star. Oké. Okay. Ja, D-Star, dat hebben we hier wel, hè. Even kijken. Is daar wat te beleven? Nou, hier niks. Dit is de drukste server ter wereld. De drukste reflector. En deze is ook de op 1 na drukste. En die is wat technischer, maar de rest ook stil. Demonstructie, dit is Papa Alpha 6 Echo. Komt niemand terug. Dat is vaker de kwaal. Er zitten wel veel mensen. Het is redelijk, gaat wel redelijk goed met die IC9700 en zo. De repeater in Amsterdam die is weer terug. Maar zouden er nog Aussies wakker zijn? Even kijken hoor. Oh, dan moet ik doe iets verkeerd. Connecting to conference, Victor, Kilo, 6-, Hotel, Uniform, Bravo. Connected. Zo, dan zijn we met de hele zuidwesthoek van Australië verbonden. Met een aantal repeaters daar. Niet dat daar veel activiteit is. Ik eens even kijken, ik heb al een klokje ergens. Even zien waar ik dat heb. Ja, dat is nog heel... Waar is dat ding? Ik zie hem zo snel niet, maar volgens mij is het daar tegen middernacht of zo. Even zien hoor, Perth. Oh, het is al veel later. Het is daar 2:29. Ja, dat gaat niet werken natuurlijk, hè. Ik weet niet, volgens mij zijn die bosbranden, die zitten niet daar, hè. Die zitten volgens mij meer in het oosten. Tenminste, dat is meestal zo, waar problemen met bosbranden zijn. Dat is in Perth wat minder. Omdat er niet zoveel bomen groeien daar. Ja, neem in een... Enthousiasme om wat aan te dragen als gespreksonderwerp, John. Ja. De antenne betrof dus, zoals je misschien in de chat wel zag, een
loop on ground antenne in plaats van ground loop. Ja. De volgorde van de letters. Dus vandaar. Ja, over het algemeen, als je antennes op de grond legt, dan werken ze heel slecht. Het zou hooguit voor NVIS wat zijn, maar zelfs dan, hè, je kunt hem beter verticaal zetten dan als loop. Maar ja, het kan best wel een idee zijn waarom het wel werkt hoor. Een beverage antenne zit ook niet zo hoog. Hè. Maar dan denk ik, beverage is een lopende golf en een loop is meestal geen lopende golf. Antenne. Of is zo'n magnetische loop dat nou wel? Dat zit ik me nou even af te vragen. Nee, dat is niet zo. Die heeft alleen maar een heel klein stukje. Ja, nee, een DDRR-antenne is ik heb daar met verschillende experts over gesproken. Maar dat blijkt een slotantenne te zijn. Dus dat is niet dat daar de antenne zelf straalt. Maar de opening tussen de loop en het grondvlak is wat er straalt. Ik ben erg slecht in sleufantennes. Daar weet ik bijzonder weinig van, moet ik zeggen. Dus ik ken wel veel mensen die ze gebruiken. Hoe heet dat ding ook weer? Een Atford sloep of zo? Hoe heet dat ding nou? Een Alford? Je hebt een Alford plea en een Atford sloep. Een Atford slotantenne volgens mij. Maar ik ben die twee haal ik altijd door elkaar. En die Alford plea, dat is een hoe noem je dat? Dat is een eet die je kunt doen waarmee je in Amerika kunt vrijkomen, vervroegd. Waarbij je dus schuld bekent, maar toch weer niet. Zo ongeveer. En dat is een uitvinding van 60 jaar geleden of zo. Maar het wordt heel zelden toegepast. Nee, ik ben... Ja, de tegenstation, dat was Kees zo pas. Maar ik heb verder geen tegenstation, dus ik reageer op de chat. En ik zie dat ik wat overmodelleer af en toe. Ik zal een beetje temperen. En ik word een beetje schor. Ik ben benieuwd. Ik zal die loopantenne eens even opzoeken. Van de Kees Amateur. Even zien hoor. Antennas made from conductors installed flush with the ground are not a new idea. The beverage antenna is an example of an antenna cycle that is typically installed with a few feet within a few feet of the ground, but as a special case, it can also be installed directly on the surface. An arrangement called beverage on ground or BOG. The beverage antenna is not the only type that can be installed close to the ground. Other more conventional antennas can be installed on the ground in order to obtain specific performance characteristics, such installations can be used effectively for the reception of HF skywave signals. Oh ja, voor zenden werkt het niet, voor ontvangen werkt het wel. En is het inderdaad een lopende golfantenne, hoe je die voor zenden ook hebt. Hè? Als je een rhombic antenne hebt, die geven extreem veel versterking. Hè? Dat is echt 25, 27 dB en dat is een heel simpele draadantenne. En die zijn dan ook nog heel breedbandig. Hè? Die doen ruim een octaaf in frequenties. Dus en dan allemaal met 1-op-1 SWR ook nog. Hè? Dit is wel een interessant artikel, Kees. Maar een beverage antenne is dus inderdaad zo'n antenne op de grond. Ik zal eens even kijken. Hij zegt inderdaad dat ze direct op de grond. Ik heb geen idee wat dat dan doet hoor. En bovendien heb je dan ook nog te maken met de afstand tussen grondwater en de antenne. En dat zou bij mij, ik weet niet. Volgens mij. Oh. Ik kan daar niet terugkomen, want ik ben niet geregistreerd daar. Dus ik kan ook geen rapport geven. Talking to you, Mike. I hear you all loud and clear. All quieting. All quieting, yeah. It's D-Star. Thank you, sir. Just sitting here in a restaurant. We're trying to work on some DMR and some D-Star. And lekker in een restaurant. I was on the spot. We're trying to make it work. This is my dongle on my computer, so it's not his, but we're still working. All right, that's great. Houd vooral lange breaks met die stuff. What are you using for as your hotspot?
got a D4 Mini. I don't even think they make them anymore, but it still works for me. I hear you. I got a, what is it, a DD, I don't know what it is, but it was a Chinese-made one, sold. Die hotspotjes, die zijn echt heel goedkoop, hè, voor 16 euro. Ik zal meer uitzetten, maar voor 16 euro koop je een hotspot via AliExpress. Nee, via eBay, inclusief verzendkosten. 16 euro. En als je daar dan een Raspberry Pi Zero bij koopt, dan heb je eigenlijk alleen nog een geheugenkaartje en een adaptertje nodig. Dan heb je de volledige hotspot, hè, voor nagenoeg alle digitale modus. Even kijken, Pascal noemt mijn naam. Ja, dan moet ik de komende weken aan werken als ik als het niet super druk wordt. Ik heb goede hoop dat de komende weken het flink rustiger wordt. En dan ga ik daar serieus mee aan de gang. Ik heb ook een nieuwe naam voor mijn webshop trouwens. Want ik worstelde er een beetje mee. Ik wilde eigenlijk niet veranderen. Ik heb 70MHZ shop. En ik vind dat wel leuk omdat die 70MHZ heel nauw verweven is met de historie van die site. Het is begonnen omdat er in Nederland niet veel 70 megahertz spullen te koop waren. En ook geen mobiele apparaten op dat moment. En toen dacht ik van nou, dan moet ik die zelf maar importeren. Vervolgens heb ik de webshop een paar keer een naamsverandering gegeven. Maar daar was ik niet tevreden mee. Maar die waren ook te smal, die dekken de lading niet. Ik verkoop niet alleen 70 megahertz, ook niet alleen digitaal. En ik switch daar ook nog wel eens in. En ik denk dat ik ook nog wel eens niet amateur spullen ga verkopen. Dus het wordt nu Tech and 70 megahertz shop. Dus, maar goed, dat denk ik tenminste. Als ik niet nog een beter idee krijg. Ja, met kerststalt zal ik wel de tijd hebben. Maar ik heb ook wel even tijd nodig om weer bij te komen. Want het was waren tropenweken. Nou, maanden misschien wel. Dus, want ik zou eigenlijk dat ding, wat had ik voor 1 oktober op de markt willen brengen. Dat was het plan. Toen ben ik er ook heel druk mee bezig geweest. En op een gegeven moment zag ik dat ik dat niet ging halen. Toen dacht ik van nou, ik wil hem toch op zijn minst voor de kerst introduceren. Nou, daar waren allerlei problemen waar ik met advertenties die ik wilde inkopen her en der. En ik had dat ding ook al niet klaar. Dus het wordt begin van het jaar en dan gaan we een rustige start doen. En misschien dat ik al wel, die image die zal ik wel gauw klaar hebben. Die had ik ook al bijna af. Maar ik heb een paar dingen verkeerd gedaan en het is toch een avond werk bijna. En toen moest ik opnieuw beginnen. Dus dat was een beetje baal. Anders had ik hem al afgehad. Maar de hardware nog niet. Maar dat is een kwestie van een paar connectertjes solderen. Heel veel stelt dat niet voor. Ja, nee, je gaat zeker, je zat op de lijst en je wilde er twee hebben, begreep ik. En dat, dan moet ik er ook kijken. Eentje op de hackerspace, hè? Ja, ik heb de spullen hier gewoon naast me liggen. Maar ja, de software die moet wel goed werken. De software van de repeater werkt ook nog niet helemaal goed, hè? Bijvoorbeeld, hij kan de nul niet zeggen. En ik heb dat een beetje gepatcht. En nu zegt hij in plaats van de nul, zegt hij een O. Ja, het is wel duidelijk, maar het is niet zoals het moet. En dat komt omdat ik niet de goede versie van de audio kan vinden. Ja, ik vind het idee van die dingen vind ik wel echt heel leuk. Hè? Dat is echt, en het kan best wel zijn dat aanslaat. Ofwel, je kunt het ding op meerdere manieren gebruiken. En er zit dus niet alleen Echolink zit erin, maar er zit ook nog FRN zit erin. En hij kan in principe kan hij ook op Allstar werken, maar dat is een software kwestie. Maar dat krijg ik vast wel aan de praat ook. Allstar is geavanceerder dan Echolink. Maar je kunt bij Allstar er wel in met je Echolink login. Maar goed, in eerste instantie voor de toepassing met XTV heb je die geen registratie nodig. Hè? Dat werkt gewoon rechtstreeks peer-to-peer. Ja, ik kan binnenkort ook op Fusion, Jurg. Dat is helemaal niet zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb alle spullen daarop voor liggen. Ik wil mijn hotspot reserveren voor D-Star. Dus dat is dat ding met 37 watt ERP wat in de lucht staat hier. En die wil ik eigenlijk niet schakelbaar hebben. Want ik zie dus dat bij Car en bij die anderen. Daar is best soms wel ergernis over. Want DMR is natuurlijk een heel stuk drukker dan het D-Star is.
En dan wil er iemand dienst aan werken. En dan, dan zitten ze op DMR te praten. En dan denk ik, zodra dat er verkeer is in een van de modus, of dat nou via de ether is of via het netwerk, dan schakelt hij over naar de eerste modus die hij tegenkomt. En vervolgens gaat hij dan daar niet meer vanaf als het QSO blijft lopen. Hè? Dus om die reden, ik vind eigenlijk dat dienst daar hier wel beschikbaar moet zijn. Tenminste, zelf als ik onderweg ben, vind ik dat ook heel prettig, dat ik via mijn eigen hotspot kan werken. Dus dat laat ik zo. En ik heb nog een DV Mega. En die kun je heel gemakkelijk met de PyStar software zo maken dat die niet alleen DMR doet en Fusion. Maar dat je dus ook met een DMR apparaat via Fusion kan werken. En op die manier kan ik dan toch naar Fusion zonder dat het me geld kost. Een DMR hotspot, als je even geduld hebt, dan heb ik even een linkje voor je. Het kost €16. En dat is het hele ding. Maar dan moet ik even kijken of de boel niet gaat crashen dan. Even kijken of ik dat zo voor elkaar kan fixen. Ja, ik heb hem. Dit heb je nodig, Pascal. Dat ding kost €16. En je hebt daarnaast heb je nog nodig een Raspberry Pi Zero. Die kost een tientje. Je hebt een SD-kaartje nodig, dat kost €6,95. Een lichtnetadapter en een USB-kabeltje. Dus voor, zeg €25 à €30 ben je klaar. En dat is dus een hotspot voor alle digitale modus. Dus dat doet D-Star, doet APCO P25, doet Fusion, doet DMR, doet NXDN. En je kunt er ook nog de pager berichten van DAPNet in Duitsland mee uitsturen. Maar dat dingetje, dat is dus het enige wat je in feite nodig hebt. Daar zit de antennetje zit er volgens mij bij. En je prikt dat zo op je Raspberry. Dus oké. Twee besteld. Meteen al. Nou, als je hulp nodig hebt bij de installatie. Wat je nodig hebt. Ik zit ook op die pagina van Serge te kijken. Deze software gebruik je dat mee. Dit linkje. PyStar.uk. Ja, nooit dat een DMR-apparaat koop je tegenwoordig voor 6 tot 9 tientjes. Je moet wel even oppassen. Er zijn ook heel goedkope DMR-apparaten, maar die hebben geen tijdslots. En die kun je dus niet gebruiken op een repeater, want dan blokkeer je de helft van het repeaterverkeer. Maar die kun je wel gebruiken op je hotspot. Ja, maar Serge, ik ben allergisch voor allergie. Oh jee. Het is al. Maar zonder gekheid. Ja, ieder wat wils, hè. Dat maakt ook allemaal niet uit. Nee, wat je het beste kunt doen, dan moet je even kijken. Dat is niet de High Tera, maar de Thai Tera, DM380 of iets wat daarop lijkt. Namelijk, want bij dat apparaat kun je de firmware kun je flashen. En dan heb je veel meer mogelijkheden. Dan heb je mogelijkheden die een ander apparaat niet heeft. En bovendien zijn ze voortdurend met die firmware aan het compilen. En dan kun je beta-versies erin zetten, wat soms erg leuk is. Zo'n tijdtier heb je voor 9 tientjes of zo. Dat is gewoon een heel goed DMR-apparaat. Dat is in FM ook heel goed trouwens.
De Titera MD380. Sander trouwens, maar die zal vast wel niet luisteren. Oh, hij schrikt zo eens meteen weer weg. Nou, dat is wel leuk. Dus de eerste live Daily Minutes. Dat was ook nog niet eerder vertoond, volgens mij. Ik heb wel eens een stukje live gedaan, maar volgens mij nooit in de uitzending zelf. Ja, volgens mij is er voor GNU Radio is er zeker wat, hoor. God, hoe heet dat programma nou toch ook alweer? Dan moet ik even denken, hoor. Er is SDR-software die DMR doet. En die doet ook Tetra trouwens, Pascal. En de basis daarvan die is bedacht door iemand van de Chaos Computer Club. Ik zal eens even kijken of ik dat ding kan vinden. Zoek. Ja. Nee, dat is het niet. Oh jee. Nee, dit is het niet. Andere zoektocht. Ik zie nu even jullie reacties niet, hè? Dus dat is wel iets minder. Dit is PE1 BQE. Ik wil even op een eenvoudige wijze tonen hoe of het mogelijk is om DMR-signalen, digitale DSD signalen, heet het programma, om te vormen middels een analoge scanner. Ik heb hier ook een eenvoudige analoge scanner, een 785 XLT, waarin ik een discriminator uitgeef. Maar deze decoder die werkt nog apart, dus die moet uit de scanner moet je het halen. PA1GF. Maar volgens mij is daar inmiddels een versie van die met WebSDR, nee, niet met de DVB-T-stick werkt. Goedenavond, Tom. Even voor een DMR-test. Ja, maar wat het is, die MD-217, daar is volgens mij die firmware niet geschikt voor. En dat is wel met de MD-380 en de MD-390, daar kun je die firmware in flashen. Ja, Roger, Gean, dit is gelukt, hè? Dus geen enkel probleem. Oké, okay. Trouwens, erg leuk apparaat is de verbinding. Dat ding van Anytone, die is tot de volgende keer van verkocht in de webshop al. Die is erg leuk en die heeft een aantal van die functies. Er is geen enkel apparaat wat die standaard functies, wat die functies uit die amateurfirmware heeft. Maar dat heeft die Anytone, die heeft dat aan boord. Dus wat is de 868 of zo? Ik zal eens even kijken of ik die. Ik zou dat natuurlijk moeten weten als ik de dingen verkoop, maar het is. Zee, 878 is het. Dat is echt een leuk apparaat. Want je kunt die namelijk openzetten. Zodat hij alle verkeer ontvangt. In welke groep dat ook zit. Hè? Heet dat nou groep bij. Ja, volgens mij wel bij DMR. Nee. Goed. Ja, dat, al die modus. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Dit apparaat. Anytone op mijn linkje. Die Anytone is echt een geweldig apparaat voor de DMR. Ik moet even goed nadenken dat ik niet DRM zeg. Hello everyone, today's video is about the Anytone 8.
Okay, this is important. And get die, the positioning. Die beschrijft het inderdaad heel goed. You also want power on. Ik sluit hem weer af. Ik denk dat ik bij, bij de podcast deze hele chat maar moet gaan posten of zo. En dat moet er wel onder wacht worden. Ik wil niet dat het zomaar te vinden is. Daar maken we wat van. En anders niet. Dan heb je maar één kant van het verkeer, maar dat is ook niet zo erg. Ja, dat is inderdaad waar. Maar goed, die MD-380 is wel FM heeft hij ook. Hè. Van die MD-380 is de FM ook heel goed. En hij is wel 7 of 8 tientjes goedkoper, de Tytera, dan dat de Anytone is. Maar Anytone, Anytone maakt zowel heel goede als heel matige apparaten. Maar dit is echt een van de treffers van ze. Dat, ja. Ja, maar wat wil je dan met DMR, Pascal? Wil je QSO's maken of wil je echt gewoon wat voor ontwikkelen? Even te kijken hoor. Even kijken of wat de goedkoopste DMR is. Voor mij kan ik er wel een vinden voor €40. En die zou voor jouw doeleinden waarschijnlijk goed zijn, Pascal. Die doet namelijk wat bij het maken van die dingen het grote punt is. Dat is dat hij moet snel genoeg kunnen schakelen om die tijdslots aan te kunnen. En Baofeng die heeft dus een UV5R op de markt gebracht die dat niet kan, maar die wel DMR kan. En wat er dan gebeurt is dat tijdens het niet gebruikte tijdslot blijft het carrier in de lucht staan. Dus iemand die op dat tweede tijdslot zit, die wordt dan door je weggedrukt. Ik vind hem niet zo heel goedkoop. Kijken, dit is de goedkoopste DMR die ik kan vinden volgens mij. Even kijken of die niet, of ze de bol niet lopen te flessen. Want dat gebeurt ook nog wel eens. Features. 1 band. Nee, dit is helemaal geen DMR. Dan zetten we dat wel in de titel. Maar als je dan zoekt. Wat een ellende. Het is wel een leuk apparaatje, heel klein. Maar het heeft geen DMR. Nee. Oh, maar ondanks dat hij zo klein is, komt er wel 12 watt uit. En er zit een heel groot accupak aan ook nog. Jeetje. 4000 mAh. 12 watt. En dat voor €34. Maar ik zag hier eentje staan, maar die was alweer wat duurder. En die was wel... Ja, zie je deze. €41. Dat is de goedkoopste DMR die ik tegenkom. Maar die kun je dus niet gebruiken om QSO's via de repeaters te maken. Dus dat lijkt mij echt iets voor jou, Pascal. Ik zal het linkje kopiëren. Maar voor die experimenten is dat waarschijnlijk ideaal. Want je hebt die tijdslots heb je niet nodig. Maar dit ding is volgens mij gewoon 5 watt. Hij ziet er gewoon uit als hij... Ik zal eens even kijken of hij het wel echt is hoor. Ja, het is, hij is het echt. Tier 1. En doet 2 banden voor dat geld. 1 en 5 watt. Maar ja, niet om te repeater gebruiken. Want dan weten ze niet waarom het niet werkt. Omdat ja, die mensen die er last van hebben, die hebben dat helemaal niet in de gaten. Hè? De DM5R van Baofeng. Hij ziet eruit als een UV5R. Maar dan ook helemaal. Zelfde kassie. Alleen de letters zijn anders. En het display is ook, heeft iets andere cijfertjes.
Je kunt hem vast nog wel goedkoper vinden. Ik heb ze wel eens gezien voor 35. Hoewel 41, 42 zit niet zo ver bij de 35 vandaan ook, hè. Als je het in combinatie met een hotspot gebruikt, is het een mooi goedkoop ding. Want voor een hotspot is het geen probleem dat je... Je moet je alleen niet vergissen dat je per ongeluk een keer op de repeater gaat zitten. Want als ze doorkrijgen dat jij dat bent, dan komen ze je lynchen. Dat is echt dat is heel vervelend als je dat doet. Ja, en hoor dat die repeater op die gay sauna. PI1 Golf Alpha Yankee was dat toch? Dat is serieus waar dat hij zo heette, hoor. En dat hij ook serieus waar dat hij boven een gay sauna zat. Dat klopte echt. Reeds. Ik dacht dat het een merk wc-papier was. Satino. Ja, die Anytone is echt leuk, Jurgen. Dat is echt geweldig. Maar ja, goed, die Anytone die is wel 5 keer zo duur als dat Baofeng ding is. Hè? Dus als je het echt hebt om wat testsignalen mee te maken, dan is die Baofeng prima. Zo, heb ik de chat ook op het tweede scherm, waarom ik daar niet eerder aan gedacht heb. Als ik dan het eerste scherm wegschakel, dan kan ik door opzij te kijken gewoon meekijken nog. Nou, die ossies die zijn allemaal in slaap, dus die zal ik eens even... Zo, en nou weer even dit. Connecting to Papa India 2 Kilo Mike Papa connected. Die microfoon die ruikt inderdaad vreemd naar soldeert in. Ja, laten we niet roddelen. Ik zat wel uit de opname knippen wat ik zo pas zei, want dat vind ik toch ook weer wat. Dat staat dan permanent op internet, dat moet niet. Straks dan kunnen ze ook audiofiles doorzoeken, hè, op Google. Dat gaan we krijgen. Dus ja, dan word je daarop afgerekend over een jaar of 5 alsnog. Ik weet wel, ik had... Jaren geleden had ik websites met amateurnieuws en daar had ik een URL op staan die van agentschap Telecom en die gebruikten ze niet meer. Maar het was een weblog en ik heb het standpunt, ja, dat is oud nieuws, het klopt niet meer. En toen kreeg ik voortdurend verzoeken van, oh, daar komen we die domeinnaam nog tegen, kun je die daar weghalen? En vaak was het aan een stagiaire die ze hadden, die had natuurlijk gedacht van, nou, die kan dat wel mooi doen. Maar dan kreeg ik weer zo'n berichtje en die begon dan heel erg te zeuren dat dat dan weg moest en nou ja. Een paar keer heb ik dat gedaan, maar op een gegeven moment, het is een weblog van heel oud. En inderdaad, er staat een dode link onder. Maar als je het met grote letters boven ziet staan dat het een entry is van 2003. En we zitten inmiddels in 2015. Ja, dan kun je toch wel nagaan dat de informatie enigszins verouderd kan zijn. En om dan de hele post weg te halen. En dat vind ik ook weer zo wat. Of om het aan te passen.
Telecom.org, agentschap Telecom.org bedoel je? Ik ken ook nog een beetje vreemde club die... Ik zal die domeinnaam eens even hier typen. Die dus. Agentschaptele.com. Wokka, Wokka. Onze hoogfrequent stofzuiger. De Super S390 EE. Nee, S390 Super EE. Wokka, Wokka is het belangrijkste product. Ga er maar aan staan. Heb je die Feng Shui nog, die site? Kristallenbols, of wat is dat dan? Zit daar een virus op, of kan ik er veilig op klikken? Oké. Okay. Dat is natuurlijk ook een winstmodel, hè? Om met een kristallenbol software te voorspellen. Ja, ik kan wel concluderen, we zijn nu ruim een uur bezig met die live uitzending, maar het lijkt net op een QSO. Nou, ik weet dat in de tijd dat er nog Gopher was, G-O-P-H-E-R, wie kent het nog? En toen was Adam Curry, die was daar actief. En die dacht van nou, ik vraag voor Gopher, maar voor mijn website de domein mtv.com aan. Gewoon zonder daar verder iets bij te denken. En toen hij later dus bij MTV weg was, toen wilden ze toch wel graag die domeinnaam hebben. Toen hebben ze daar toch 5 miljoen voor betaald. En ik weet dat ooit bioscoop.nl, die ging ooit voor 60.000 gulden was het toen volgens mij nog. Dat waren guldens, ja. Nou, ik heb geen .org domeinen volgens mij, dus... Ik kan maar één ding zeggen. Het is wat de gek ervoor geeft. Ja, wat wel grappig is. Domeinnaam van Suriname wordt inmiddels wat gebruikt lokaal. Niet zo heel veel. Dat is enorm duur. Voor de domeinnaam van Suriname betaalde je een jaar of 6 geleden $750 per jaar. En wat was het? Er was een bedrijf in Canada, die hadden die domeinnaam, die beheerde ze namens Suriname. En de domeinnaam is dus .sr. En die verkochten ze aan rijke, voor met name rijke Amerikanen, waar dus zowel een junior als een senior was. En ja, vroegen ze $750 per jaar voor. Ga er maar aan staan. En wat ik graag zou willen, echt graag zou willen, is een domein .cw. Echter, het zit heel dichtbij, maar je komt er niet aan. Ze worden beheerd door de universiteit, door de grootste universiteit van het land. En .cw is die van Curaçao. Ja, ik heb pas geprobeerd om met een zakenpartner samen
het beheer daarvan te mogen opzetten. Want ik dacht, er zijn vast wel zendamateurs die daarin geïnteresseerd zijn. Er zullen er niet heel veel zijn, maar daar kun je toch wel iets mee verdienen. Hè? Maar het was niet los te weken daar van de universiteit. Het was helemaal, dat deden ze niet. Die gaan daar heel erg strak mee om. Het lijkt Noord-Korea wel. Nee hoor. Nee. Nee, ik heb Wokka heb ik genomen omdat Jurgen dat wel grappig vond. En ik denk van, nou ja, omdat Jurgen dan in België zit, maar neem dan ook maar .be. En omdat die net zo duur was als .nl, dacht ik van, nou, dat kan ik best wel doen. Ik kan trouwens nog een domeinnaam aanvragen, wat ik nog niet eens gedaan heb. Ik zit bij freedom.nl en daar zit bij het account zit een gratis domeinnaam. Ja, op jou te pesten, ja. En het heeft een tijdje geduurd, maar ik weet nu ook waarom die provider Freedom heette. Vanwege Bits of Freedom. Toegang voor iedereen, ja. Ja, daar zit ik ook nog hoor. Ik heb alleen een schot voor de boeg gedaan nog. Ik heb ze gesteund. Maar pas begin volgend jaar kun je er ook een account krijgen. Ik denk dat ik dat wel eens ga proberen. Maar ik wil in ieder geval, als het KPN wordt, dan blijf ik niet bij de huidige club. Zodra dat KPN is, dan ben ik zo snel mogelijk footsie. Ik wil niet geen service voor veel geld. En dat zeg ik op basis van eerdere ervaringen. Ja, ik heb ook 2 lease kits op 4 poten. Ik ga trouwens zo eten maken, want het is al 8:10. Reeds. Ja, ik ga de volumekraan van de micro dichtdraaien. En ik lees nog wel even mee, maar ik ga richting keuken. En ik moet die micro wel dichtdraaien, want anders hoor je me tegen de katten vloeken. Hoewel, het valt ook wel weer mee. Een broodje soldeerhars, ja. Dat zou ik niet doen. Ik heb wel een marktinnovatie gevonden. Soldeert in met haskern. Ja, dankjewel. Ja, voor de luisteraars, er wordt geschreven, leuke uitzending vandaag. Ja, haskern. Ik heb ooit soldeerd in gehad, daar zat een soort parfumering in de kern. Maar je werd daar niet high van, maar dat rook een beetje naar bloemetjes. Oké, nou, de groeten allemaal. Ik zou bijna mijn kool zeggen, maar dat hoeft helemaal niet. Toedeledokio.
These are the Daily Tech headlines for Wednesday, December 4th, 2019. I'm Tom Merritt. Tuesday, Alphabet announced that Google co-founders Larry Page and Sergey Brin will...